op school. Schiet op! Ik ga plassen voor het wassen en dan schone kleren aan. Nog net wat tijd voor een ontbijtje, strik nog vlug je schoen. Het is al laat, maar voor je gaat, moet je moeder nog een zoen. De wereld kun je dromen, zowel voor als achteruit. Je ziet veel beter als je niet voor niets je ogen sluit. Zien bij de start van een stralende en vooral leerzame dag. Vandaag zullen we gaan hoofdrekenen. Oh. Neem ik jullie mee naar de tijd van de Batavieren in de geschiedenisles. Oh. En tot slot het dicté. Hoi, Bob. Hoi. Nog bedankt voor... Ja, het is al goed. Oké. Okay. Doei. Hij is ja, leuk, ja. Oké, dan nu het dicté. Wanneer iedereen klaar is, beginnen we met de eerste zin. Iedere zin herhaal ik 2 keer. Dus 1 keer de volledige zin. Dan nogmaals. En dan in stukjes opgedeeld. Oké, allemaal klaar? Daar gaan we dan. Achter in het bos staan wel duizenden bomen. Achter in het bos staan wel duizenden bomen. Ik ben niet met haar, heb ik het echt getroffen. Ze is zoals ze was toen ik haar zag. Een glimp misschien, ik had haar nooit gezien. Met die allerleukste lach, Leontien. Maar, je had nog iets dat je me wilde geven. Oh ja, dat is waar. Ik had nog iets dat ik je wilde geven. Iets? Voor mij? Het is iets speciaals. Althans voor mij. Maar... Iets tussen jou en mij. Beloof me dat je het pas vanavond openmaakt. Ja. Niemand mag het zien. Oké. Voorzichtig. Het is heel breekbaar. Dank je, Leontien. Ik zal er heel zuinig op zijn. Geen dank, Doris. Maar ik moet gaan. Hey, bedankt voor het dicté en Bob. Ach, laten we het daar niet meer over hebben. We hebben nu lang genoeg stilgestaan bij die jongens. Nu zijn wij mij liever aan de beurt. Zie je? Yep, girl power. Happy hair, boys. Hier komt de verschrikkelijke Leontien. Doei. Doei. Als ik iets voor je kan doen, ik wil je helpen, Doris.
Nee, ik was alleen... Probeer te slapen, Doris. Probeer het. Ik probeer het. Goed. Ik probeer het, mama. En bespaar ons die herrie. Ja. En als je niet kunt slapen, kom me dan rustig wakker maken. Oké. Het spijt ons, Doris, echt. Het spijt ons. Het spijt ons, Doris, echt. Het spijt ons. Maar we zagen even niet al jouw tranen en verdriet. Want we waren veel te blij, uit de kist eindelijk vrij. En wat wil je als je zo lang niet meer buiten bent geweest? Dan is het tijd voor een feest. Ja, tijd voor een feest. Ik kan het bijna niet geloven. Toch is het zo. We zijn in jouw hemel. Mijn god, het lijkt wel een droom. Het is ook. Een paradijs. Volmaakt geluk. Lustort. Lustort? Ja. Paradijs. Waar moeten we naartoe? Waar wil je naartoe? Jij mag het zeggen. Die kant. Oké. Helaas. Kunnen jullie niet die kant op? En waarom niet? De hemel mag het weten. Want dit is de ingang. Welkom en kom binnen. Fijn dat je er bent. Je wacht dan een leven lang alleen op dit moment. Dit moment. Dus meld je naar het leven aan de hemelpoort. De hemel is the place to be, maar dat had je al gehoord. Dus als je goed leeft, goed leeft. Lief en beleefd, kom dan naar dit paradijs. Vraag ik naar. Je toegangsbewijs. Ze doodt ze bier, heeft recht op plezier. Thank you.
een dode boel. Niet? Ze lijkt al bijna vergeten dat er een aarde is. Herinneringen doen pijn. Leontien, ik ben het Doris. Doris? Doris? Doris! Ik dacht je nooit meer te zien. Doris, hoe kom jij hier? Wat is er gebeurd? Nee, er is niets gebeurd. Ik ben... Slechts op bezoek. Ik ben hier dankzij jouw geschenk. Jouw laatste geschenk aan mij. Patinga! Aangenaam! Sis, die altijd zorgzaam blijft. Dat ben ik. Dab, die de meeste fantasie heeft. Zoals je zegt. Tot, die altijd het hoofd koel houdt. Natuurlijk. En Gik, de lolbroek van het stijl. Je bent een engel. Inderdaad, Gik. Er komen hier alleen maar engelen. En wij. Dankzij Doris. En Doris. De engel. Dankzij jullie. Tja. Ach, Doris. Wat ik hoorde, nog even bij je zijn, want alles ging zo snel. Hoe zeg je dan gedag? Ik weet niet of het mag. Zo, wat lag jij vast te slapen? Mama! Je hebt gedroomd. Een fijne... Of een vervelende droom? Een fijne. Mooi. Over Leontien. Oh, en hoe was het met haar? Ze is een engel. Dat moet wel. Ze is daar net zo populair als hier. Dat zal wel, ja. Ze herkende Tot, Dab, Sis en Gik ook nog. Ze was ontzettend blij ons daar te zien. Want er komen normaal geen levende mensen in de hemel. Natuurlijk. De hemelpoort was er echt. Alleen konden wij niet meer door naar buiten. En toen hebben Tot, Dab, Sis en Gik gevraagd om toch open te doen voor mij. Pachinga!